Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast die we maken met interviews van met mensen die zich elk op hun eigen manier inzetten voor vrede. En dan in heel in het bijzonder vrede in Oekraïne. Als het over Oekraïne gaat, dan hoor je om je heen en in de media vooral over de strijd en hoe wij die strijd moeten ondersteunen met wapens en met geld, net zolang tot wij Poetin hebben verslagen. Alleen zijn er ook veel mensen die daar anders over denken en die wellicht een andere weg zoeken naar een oplossing voor dit conflict, die niet is gelegen in militaire oplossingen, maar onderhandelingen en vredesbesprekingen. En vandaag ben ik heel blij en vereerd dat ik spreek met Tom Sauer, hoogleraar internationale politieke betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen. Het is overigens niet de Tom Sauer die in de Nederlandse media wel eens voorbij is gekomen als de zoon van Derk Sauer. Ook geen familiebanden. Dus dit is Tom Sauer, de hoogleraar die zich ook al regelmatig van zich heeft laten horen in diverse nationale en internationale media. Eigenlijk als eerste vraag die ik zou willen stellen is, we hebben gehoord over het slagveld dat Bachmoed is ingenomen door Russische troepen. Wat is jouw indruk? Hoe staat het er op dit moment voor? De verhoudingen tussen het Russische leger en Oekraïne? Kun je daar iets over zeggen? Ja, we zijn toch al enkele maanden in een stadium beland waarbij de twee actoren, Oekraïne en Rusland, in een padstelling zijn geraakt. In een impasse, ja, op het slagveld, een soort Eerste Wereldoorlog, loopgravenoorlog, waarbij geen enkele van de twee partijen serieuze vooruitgang kan boeken. Ook die slag in Bachmoed stelt niet veel voor, dat gaat over enkele honderden meters. Dat gaat het niet maken. Iedereen verwacht wel een offensief van Oekraïne, maar dat duurt blijkbaar nu toch weer wel eventjes. Niemand weet wanneer het gaat starten, waar het gaat starten. Natuurlijk, het verrassingselement zal meespelen. En niemand kan voorspellen hoe dat zal verlopen. Of dat succesvol zal zijn of niet succesvol. Mm-hmm. Anderzijds hebben de Russen ondertussen ook tienduizenden of misschien wel enkele honderdduizenden extra manschappen gekregen. Dus de kans is reëel dat die impasse nog lang zal duren. Ja? En misschien is dat ook niet zo slecht. Ja? Vanuit internationaal oogpunt, stabiliteitsoogpunt, vanuit Europees oogpunt, zodat er misschien dan toch op termijn onderhandelingen zouden kunnen worden opgesteld. Maar het is wel een hele brede impasse natuurlijk. Hè? Want ook al schuift het nauwelijks een meter op, er gaan wel honderden mannen per week in ieder geval dood. Ja, een reden te meer, denk ik, om die onderhandeling op te starten. Ja, ja. Hey, graag praat ik verder met jou over die onderhandelingen en hoe je die dan op zou kunnen starten. Maar ik wil toch nog even de slag terugmaken, want ik heb het al met meerdere mensen besproken, maar toch is het wat nog heel erg ontbreekt, denk ik, in de informatievoorziening, is nou eigenlijk de context waarbinnen dit conflict is ontstaan. En ik denk, het is wel heel belangrijk om te begrijpen wat er is gebeurd voorafgaand aan 24 februari 2022. Omdat het erop lijkt, als je dit nieuws leest, dat Poetin is de agressor, dat is hij ook. Ik bedoel, in mijn optiek, en ik denk ook in die van u. Maar het lijkt zo plotseling, wat heel vaak wordt gezegd, het is een unprovoked invasion. Hè? Unprovoked wordt heel vaak herhaald. Unprovoked. Het wordt zo vaak herhaald dat je denkt van, waarom wordt het eigenlijk zo vaak herhaald? Wat denkt u daarvan als mensen dat zeggen, de unprovoked attack by Russia? Ja, misschien nog eerst een stapje terug. Hè. Ik denk dat er in de mainstream media vandaag één grote verklaring eronder doet. Mm-hmm. En dat heeft te maken met macht.
Men denkt hier in het Westen dat Poetin dit gedaan heeft om Rusland groter te maken. Hij heeft niet willen kunnen verkroppen dat de Sovjet-Unie in der tijd is uit elkaar gespat en Rusland kleiner, als enige overgebleven grote stad, relatief klein is geworden. En wil dus nu opnieuw stappen ondernemen naar expansionisme, sommigen noemen het imperialisme. En in diezelfde trant zal hij, als hij Oekraïne heeft bezet, verder gaan en de Baltische staten mogelijk aanvallen. En dat is zo wat de gangbare theorie. Ja. De domino-theorie, eigenlijk. Ja, ook die domino-theorie hangt daaraan vast. Ik geloof daar niet zozeer in. Natuurlijk heeft hij niet graag gehad dat de Sovjet-Unie uit elkaar is gespat. Maar daarom heeft hij deze oorlog nog niet gestart, is mijn analyse. Ik kom direct tot mijn eigen verklaring. Een tweede verklaring heeft te maken met binnenlandse politiek. Het is te zeggen dat Poetin en zijn trawanten daar schrik hebben dat democratisering overgewaaid wordt. Komt overgewaaid van West-Europa naar Oost-Europa, naar Oekraïne en zo ook naar Moskou. En als dat zou gebeuren, ja, dan moet Kremlin opkrassen. Ja? En daar wil ze een stokje voor steken. Dus dat is een andere verklaring waarom dat hij die aanval gedaan heeft. Ik denk wel dat die theorie, die verklaring, voor een stuk meespeelt. Ja? Maar dat dat niet de belangrijkste verklaring is. De belangrijkste antwoord op uw vraag heeft te maken met veiligheid, in mijn perceptie. En meer bepaald het gevoel van onveiligheid in Rusland. En niet enkel bij Poetin, want wij focussen als een laserbeam op Poetin, op de persoon. Dat is natuurlijk fout. Gelijk welke Russische leider die aan de macht zou geweest zijn in 2008, zou niet geaccepteerd hebben dat de NAVO besliste om verder uit te breiden, inclusief Georgië en Oekraïne. Ja? Dus daar is een algemene consensus over. Waarom bent u daar zo zeker van dat het niet alleen Poetin is, maar dat een andere leider hetzelfde gezegd zou hebben? Omdat dat ook al het geval was voor Poetin. Ja? Yeltsin en Co. hebben ook gereageerd tegen die NAVO-uitbreiding. Gorbachev was ook geen voor Yeltsin. Was ook geen voorstander van voor het bestaan van de NAVO. Hij heeft dat willen omvormen van een collectieve defensieorganisatie naar een collectieve veiligheidsorganisatie. Herinner u het Huis van Europa, van Vladivostok tot Vancouver. Daar is allemaal niks van gekomen, omdat Amerika, ja, vader Bush, de NAVO in stand heeft willen houden. Ja? En dat is eigenlijk een aberratie in de wereldgeschiedenis, want de NAVO is een collectieve defensieorganisatie, een alliantie, gericht tegen een externe vijand. Nu, ik ben ook voorstander van allianties in tijden van oorlog en grote bedreigingen, maar in de jaren 90 waren we in vredestijd. En dus had die NAVO moeten ophouden te bestaan in begin jaren 90. Net zoals de allianties van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog opgehouden zijn te bestaan na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En net zoals het Warschau-pact, de tegenhanger van de NAVO, opgehouden is te bestaan in 91. Maar de NAVO is blijven voortbestaan. Dat is een aberratie in de wereldgeschiedenis en dat is eigenlijk niet te verklaren, ja? Vanuit de internationale betrekkingen. En dat is natuurlijk niet alleen bizar, het is ook pervers. In de zin van dat de NAVO dan zich een nieuwe vijand moest gaan zoeken. Maar ja, want het is gericht op een externe vijand. Anders is dat niet leefbaar, die alliantie. Natuurlijk. Zoeken naar een nieuwe vijand, dat lijkt me eigenlijk niet wat het zou moeten zijn. Hè? Dan houd je de wapenwetlopen in stand. Ook in vredestijd. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus we hebben daar een kans gemist in de jaren 90 om die wereldorde, die veiligheidsorde in Europa, substantieel te veranderen. Hè? Van een harde machtsstrijd naar een zachtere collectieve veiligheidsorde. Hè? Dat hebben we gemist. En dus die NAVO is blijven voorbestaan. En dan ook nog eens uitgebreid, ja, richting Rusland. Nu probeer je in te leven in Moskou. Ja? Ik weet dat dat niet gemakkelijk is. Hè? Mijn vrouw zegt dat ik dat niet goed kan. Empathie. maar dus, en dat is iets anders. Sympathie, voor alle duidelijkheid. Ik ben geen Putin-lover. Ik moet daar niks van hebben, van die man. Maar ik probeer hem enkel te verstaan. Hè? Versteen.
Ja, dat mag denk ik toch, hè? Nou ja, dus Poetin versteer, dan kom je in gevaarlijk terrein, hoor. Dat is helemaal niet gevaarlijk. Ik zeg aan mijn studenten die diplomaat willen worden, dat zij moeten proberen zich in te leven in de posities en de onderliggende belangen van de andere partij, met wie dat ze moeten gaan onderhandelen. Ja? Mm-hmm. Als we dat niet kunnen, ja, dan gaan we tot geen enkele oplossing komen, hè, in het conflict. Dat is noodzakelijk om tot een oplossing te komen. Strategische empathie. Strategische empathie, dat is mooi gezegd, Jacob. En dus probeer ik mij in te leven. En ik ben niet de enige. Hè, ook een Henry Kissinger bijvoorbeeld aan de rechterzijde. Of Noam Chomsky aan de linkerzijde. Jeffrey Sachs van Columbia University. Maar ook realisten binnen de internationale betrekkingen. Zoals John Mersheimer van Chicago en Stephen Walt van Harvard. Dat zijn geen kleine namen. Die komen allemaal tot dezelfde conclusie. Ja? Dat wij een serieuze fout hebben gemaakt in het Westen door die NAVO uit te breiden en vooral inclusief Oekraïne. Ja, dat was een dikke, vette rode lijn voor Poetin. En nogmaals, voor geheel Rusland. Ja. En die lijn was duidelijk gemaakt, honderden keren. Ja. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Moskou in der tijd, Bill Burns, die vandaag CIA-directeur is in Amerika, heeft toen gewaarschuwd voor die top om dat niet te doen. Ja? En als we dat toch zouden doen, dat dit negatieve gevolgen zou hebben. George Kennan, ja, dat is de vader van de containment policy van de Verenigde Staten, de diplomaat, hè, van Amerika na de Tweede Wereldoorlog, heeft in de jaren 90, en hij was al boven de 90 toen, gewaarschuwd in een opiniestuk, die NAVO-uitbreiding gaat tot serieuze problemen leiden met Rusland. En dus de Amerikaanse presidenten, en vooral dan Bush, heeft daar dus niet naar willen luisteren. Poetin, ja, die was aanwezig op die NAVO-top in 2008. En die heeft toen gezegd, als je dat toch doet, ja, Bush, dan neem ik de Krim af en Oost-Oekraïne. Bush dacht, dat is bluf. Wel nu, in 2014 heeft Poetin het gedaan. Heeft de Krim afgenomen en Oost-Oekraïne. Check. Wij Europeanen, en Merkel en Sarkozy, wij waren daar dus ook tegen. Want wij wisten dat dit tot problemen zou leiden, die NAVO-uitbreiding. Mm-hmm. En ja, toch zijn wij daarmee akkoord gegaan, omdat Bush het mes op de keel heeft gezet van Merkel. Ja. We hadden toen een Nederlandse NAVO-secretaris-generaal, Jaap Doopscheffer, en die heeft zich daar later ook kritisch over uitgelaten. Ik snap dan toch nog steeds niet waarom we dan, ja, het is dan vooral de VS, hè? Heel terecht zeg je dat, want volgens mij Angela Merkel heeft ook gezegd van het enige wat we nog konden redden aan die verklaring is dat er geen datum bij genoemd werd. Ja, want maar dat is een halfslachtig compromis, ja? Ja, waar niemand tevreden mee was. Ja? Dus ja. Nog het Westen, nog Rusland, nog Oekraïne. Ja. En uiteindelijk, de vette rode lijn was overschreden door de belofte die gemaakt werd. Hè, in die, lees de tekst, Georgia en Ukraine will become members. Ja. En dat is exactly wat Poetin niet wilde horen. Mm-hmm. Dus die man was woest op dat moment en is nog altijd woest daarom. Dus als je niet weet waarom dat die oorlog gestart is, dan moet je teruggaan naar deze episode. Maar hoe... Wat moet je dan concluderen uit het feit? Want het kunnen we wel zeggen, het is een feit. We wisten 100% zeker wat Rusland zou doen als wij die uitnodiging zouden doen aan Oekraïne. Dat wisten we gewoon. Daar waren alle signalen voor. Iedereen zei het. Men wist dat dit de consequentie was van die uitnodiging aan Oekraïne. Wat is dan, hoe moet je dan het beoordelen dat Bush dat erdoor duwt? We gaan ze bluffen en ze doen het toch niet? Of is dat we zijn eigenlijk wel geïnteresseerd in zo'n conflict? Laten we eens even kijken wat er dan gebeurt. Hoe beoordeel je zo'n eigenlijk roekeloze houding? Ja, ik kan niet in het hoofd van Bush kijken, hè. Maar voor zover ik kan oordelen, moet hij geoordeeld hebben, Bush, dat dit bluff was. Hè. Die relatie was niet zo slecht in het begin van Poetins ambt. Herinner je dat Poetin de eerste was die gebeld heeft naar Bush na 9-11?
Dus zo anti-westers kon die man ook niet geweest zijn. Hè. Ja. Hij heeft ons enkele weken later geholpen in Afghanistan. Ja. Hè, met de Noordelijke Alliantie. Dus zo anti-westers kon die man niet geweest zijn. Nee. Ja. Bush heeft een schilderij van hem gemaakt na zijn pensioen van Poetin. Ja, dat zou kunnen. Maar dus dan enkele weken later weer trekt Bush de stekker uit het ABM-verdrag over het raketschild. Stank voor dank. Zo wordt dat gezien in Rusland. Ja. Ja. En dus het wordt dan toch slechter en slechter, die relatie tussen Amerika en Rusland. En in 2007, ja, als het nog niet duidelijk was, heeft hij de puntjes op de i gezet op de veiligheidsconferentie in München, Poetin. Met een speech die zeer anti-westers was. Mm. En waar hij het nog eens herhaald heeft wat het probleem was, met name die NAVO-uitbreidingen. Ja? Mm. En dan het jaar later, wat doen we? Opnieuw beslissen om de NAVO uit te breiden. Nu deze keer met Georgië en Oekraïne. Nu, Oekraïne, dat is een geweldig groot land, vergeleken met de veel andere landen ten westen van Oekraïne. Geografisch strategisch gelegen, ja, een bufferstaat eigenlijk voor Rusland. Ja, ja, want kun je inderdaad uitleggen waarom nou Oekraïne nou juist zo'n Achilleshiel eigenlijk is voor Rusland? Ja, ja, dus als je gewoon de wereldkaart erbij neemt, dan zie je dat onmiddellijk. Hè? Dat een relatief groot land naast dat andere, nog grotere land ligt, Rusland. Ja? Mm. En dat bijvoorbeeld Rusland twee keer is aangevallen geweest vanuit het westen de laatste 200 jaar. Hè? De eerste keer door Napoleon. Mm-hmm. Die stond aan de poorten van Moskou, heel Europa bezet. Mm. Is gegaan dus door Oekraïne. Ja? Mm. En 100 jaar later Hitler opnieuw. Mm. Opnieuw tot aan de poorten van Moskou. En als je weet hoeveel slachtoffers er gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog aan Russische zijde, hè, dat zijn er 20 miljoen, hè, van die 60, 70 miljoen die er gevallen zijn, ja, dan begrijp je dat voor Rusland Oekraïne eigenlijk een bufferstaat is. Hè. En ze willen daar geen derde keer mee maken. Nu, ik zeg niet dat de NAVO van plan was om dat te doen. Mm-hmm. En dat is niet zo. Maar daar gaat het niet over. Ja? Het gaat over de perceptie in Moskou. Ja? En dat is ook normaal. Hè? Die strategen die baseren zich op worst-case scenario's, net zoals onze strategen dat doen. Ja? Dus die moeten daarvan uitgaan. En vanuit hun oogpunt is het dus normaal, perfect normaal, dat zij Oekraïne als bufferstaat zien. Tenzij natuurlijk dat we het harde machtsspelletje overstijgen en gaan samenwerken in die collectieve veiligheidsorde. Maar dat hebben we nu net nagelaten in de jaren 90. Dus we moeten weten wat we willen. Ja? We hebben gekozen voor het harde spelletje. En nu komt het. En dat is een tweede verklaring waarom Bush dat toch heeft doorgezet. Ja, Bush dacht, wij zijn de nummer 1. By far. Ja? Rusland kan ons niks doen. Ja? En dus heeft hij doorgezet met die NAVO-uitbreidingen. En er was waarschijnlijk ook binnenlandse druk in Amerika om dat te doen. Er wonen relatief veel Oekraïners en Oost-Europeanen in Amerika, die ook allemaal stemmen. Dus ja, dat heeft waarschijnlijk ook wel meegespeeld. Ja, ja. Jij zegt eigenlijk, het is eigenlijk een historische anomalie, of hoe zeg je dat, dat de NAVO is blijven voortbestaan. En ik begrijp vanuit zeg maar geopolitiek oogpunt van de VS dat misschien logisch was. Maar dat was voor Europa misschien helemaal niet zo logisch. Om dat op dat moment te laten voortbestaan. Weet jij van protesten daartegen? Of van pogingen om na de Koude Oorlog de NAVO het op te doeken? Of? Ja, er waren niet alleen binnen de academische wereld, maar ook binnen ministeries van Buitenlandse Zaken denkoefeningen aan de gang. Om de NAVO te vervangen door iets anders. Hè? Bijvoorbeeld door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, hè, die natuurlijk nu vandaag niet bekend is, omdat die in de schaduw staat van die NAVO. Hè? Ja. Maar denk even de NAVO weg, dan had de OVSE tot bloei kunnen komen en een veel sterkere organisatie kunnen geweest zijn, waarin er wordt samengewerkt rond veiligheid en niet gericht tegen een externe vijand. Nee. Dus een veel stabielere situatie voor de regio en voor de wereld, in theorie althans. Precies, want kijk, je zegt natuurlijk terecht, de NAVO is opgericht tegen Rusland, laten we wel wezen, tegen de Sovjet-Unie op dat moment.
Maar je hoort regelmatig zeggen, ik laatst nog stuurde iemand mij een e-mail door, een reactie die hij kreeg van, op een opiniestuk van we gaan het niet plaatsen, want u doet net alsof de NAVO een bedreiging vormt voor Rusland, maar dat is niet zo. Dat vond de redacteur van de krant. De NAVO is, en dat hoor je vaak, hè, de NAVO, is dat voor onzin? De NAVO is toch helemaal geen bedreiging voor Rusland? Ja. Hoe reageert u daarop? Ja. Dat is natuurlijk simplistische redenering vanuit uw eigen vertrekkende. Ja? Ja. Je bekijkt het vanuit onze situatie. Ja? En wij zien de NAVO als defensief. Akkoord. Ja. Maar, nogmaals, en ik heb het al gezegd, ja, in vredestijd heb je dat niet nodig, zo'n alliantie. Nee. Dan volstaat een collectieve veiligheidsorganisatie die en plus nog eigenlijk beter is, want dan heb je ook een goede relatie met uw zogenaamde vijanden. Ja? Mm-hmm. En kunt je Rusland, hadden we Rusland eigenlijk kunnen beïnvloeden in de goede richting, als we die hadden opgenomen in onze veiligheidsorde. Nu hebben we dat nagelaten. En Rusland heeft 3 keer gevraagd om lid te kunnen worden van de NAVO. Gorbachev heeft dat gedaan, Yeltsin en Poetin in 2001. Hij was al aan de macht, een jaar, en heeft dat gevraagd hier in Brussel. En 3 keer was het antwoord, no way. Exclusie. Dus Rusland voelde zich genegeerd, ja, vernederd, niet opgenomen in die Europese veiligheidsorde. En dat moet dan op een zeker moment slecht aflopen. Dat kan iedereen voorspellen die één les internationale politiek heeft gevolgd. Ja. 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 Het kwam voor u dan ook niet als een verrassing anderhalf jaar geleden dat dit zou gebeuren? Nee. Helemaal niet. Trouwens, het is niet begonnen in 2021. Het is begonnen in 2014 en in mijn ogen dus al in 2008. En nog eerder. Ja. Ja. Ja, misschien gaat dit te ver hoor, maar kijk, wij zien vanuit onszelf de NAVO als een veiligheidsalliantie en als collectieve veiligheid. Je hoort ook wel eens, en vanuit Russische bronnen, ja, maar de bedoeling is eigenlijk om Rusland op te knippen in allerlei deelstaten, zodat we worden omsingeld door NAVO-basis of in ieder geval door VS-basis. En er zijn wel verdergaande plannen dan alleen het bedwingen van Rusland. Neem je dat soort commentaar serieus of niet? Heb je dat wel eens voorbij zien komen? Ja, de meest bekende uitspraak is de uitspraak van de huidige Amerikaanse minister van Defensie, die op een zeker moment heeft gezegd tijdens de oorlog dat het niet enkel de bedoeling is om Oekraïne te helpen, maar ook om Rusland minder machtig te maken. Ja, oké, ik begrijp dat we Rusland niet moeten laten verliezen. Hè? Dat begrijp ik. Maar als dat we die oorlog voeren, hè, die proxyoorlog tegen Rusland, om Rusland pijn te doen en nog minder machtig te maken, denk niet dat dat de bedoeling kan zijn. En dan zeker niet vanuit Europees oogpunt, want dan zitten we eigenlijk volledig op de Amerikaanse golflengte. Hè? En dan doen we alsof dat de Amerikaanse belangen identiek zijn als de Europese belangen. Wat niet het geval is. Ja? Wat zijn de verschillen dan? Er zijn grote verschillen. Gewoon geografisch liggen we natuurlijk al verschillend. Amerika is ligt heel veilig, hè? Omringd door 2 oceanen. En daarboven Canada, Eskimo's, en daaronder Mexico. Dat is wel een grote nut. En cactussen. Ik bedoel, die liggen veilig. Europa, daar heeft er is altijd oorlog geweest. Ja? En we hebben dan die landengte met Rusland. Dus ook nu, in 2008, hebben we ons laten doen binnen de NAVO, hè, omdat binnen de NAVO Amerika de nummer 1 is. Ja? Mm-hmm. Merkel heeft zich uiteindelijk laten doen. Maar de negatieve gevolgen van die beslissing, hè, die oorlog, ja, die is vooral voor ons Europeanen. Hè. Die vluchtelingen zitten bij ons, die zitten niet in Amerika. Die inflatie is hoog in Europa, niet zozeer in Amerika. Dus dat komt nu terug, die beslissing, als een boemerang in ons gezicht. Ja, van de Europeanen, niet van de Amerikanen. De Amerikanen die winnen vandaag. Op verschillende vlakken. Hè. Ze verkopen nu het gas aan ons dat wij vroeger in Rusland kochten. Hè. Gas dat dus ook vervuilender is tussen haakjes en duurder voor ons. En daarnaast, de defensieindustrie spint natuurlijk garen, hè, in Amerika door deze oorlog.
Ik zeg natuurlijk niet dat dit de reden is waarom dat de oorlog gestart is. Hè. Zover mogen we niet gaan. Maar Amerika is wel een lachende derde. Hè? Je zegt het is niet de bedoeling om zo ver te gaan, maar ik weet niet hoe jij kijkt naar de ontploffing van de Nord Stream pijpleidingen. Ja, daar ga ik geen commentaar op geven, want niemand weet wie het gedaan heeft en ik ook niet. Oké. Nee, precies. Want als dat de VS zou zijn, dan zou het best wel intentioneel ook kunnen zijn. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat Amerika dat gedaan heeft. Nee. Als Amerika zoiets doet, een Duitsland bondgenoot zo'n hak zou zetten, dan denk ik dat er toch serieuze alarmbellen moeten afgaan in Berlijn. Maar goed, zover wil ik zelfs niet denken. Nee, snap ik. Nee. Zover wil jij niet gaan. Je had het net over... hoe de Europese Unie eigenlijk de als boemerang, zeg maar, of de Europa, niet per se alleen de Unie, maar als boemerang dit opvat en dat er verschillen zijn tussen de belangen van de VS en Europa. Je ziet nu wel heel sterk dat de EU eigenlijk zich in een internationaal opzicht ondergeschikt maakt aan die belangen van de VS. Hoe zou Europa op dit moment, wat zou Europa moeten doen om, zeg maar, meer zelfstandige koers te kunnen varen? Kijk, volgens mij wat Poetin ook zegt volgens mij, daar lijkt het op, die neemt de in het begin, hè, van het conflict ontving hij nog Scholz en Macron af en toe. En nu, niet, daar is ook geen echte directe aanleiding voor, maar hij lijkt nu ook niet meer bereid om te spreken met Europese leiders, omdat hij denkt waarschijnlijk, ja, die volgen toch alleen de lijn van Washington. Wat zou Europa moeten doen in dit, om weer een eigen zelfstandige rol, hè? Met wij hebben de belangen, wij ondervinden de negatieve gevolgen van die oorlog. Wat zou Europa moeten doen om weer een meer zelfstandige rol op zich te kunnen nemen? Ja, het antwoord is heel, heel simpel. Hè? Op welk vlak zijn wij het meest afhankelijk van Amerika? Het veiligheidsvlak. Dat is opnieuw die NAVO. Dus we hebben een dubbele reden om de NAVO op te doeken. Ja? Ten eerste, dat is niet meer nodig in vredestijd, of was niet meer nodig. Nu zitten we jammer genoeg opnieuw in oorlogstijd. En dus wordt het nu weer moeilijker om te argumenteren om de NAVO op te doeken. Maar op een zekere moment zal het dus opnieuw vrede zijn. Ja? En dan denk ik dat we die piste opnieuw moeten op tafel leggen. Ja? En een tweede reden... Wat moeten we weer op tafel leggen, sorry? Om de NAVO op te doeken. Ja. En een tweede reden om dat te doen is omdat Europa zo afhankelijk is binnen de NAVO van Amerika. Ja? En altijd per definitie de tweede viool speelt. Omdat wij minder uitgeven aan defensie. Ja. Nu, dat is ook de reden waarom die NAVO is blijven voorbestaan. Voor ons, hè? Want dat was gemakkelijk. Ja. Hè? Dan moesten wij in de jaren 90 niet veel uitgeven aan defensie. En werd onze veiligheid toch gecoverd door de Amerikanen. Ja? Daarom hebben wij daar geen spel van gemaakt dat de NAVO is blijven voorbestaan. Maar het lijkt er nu juist op dat er een tegenovergestelde richting is. Hè? Jij zit in België heel dicht bij het machtscentrum van Europa. En volgens mij een tijdje geleden van die verklaringen ondertekend van nauwere samenwerking tussen de EU en de NAVO, wat dat dan ook mogen betekenen. De beweging is omgekeerd. Ik bedoel, je hebt Finland die er nu bij komt. Je hebt Zweden die erbij wil. Er is hoge druk, weet ik, op sprak mensen uit Oostenrijk en uit Ierland. Zelfs die landen die traditioneel gezien grondwettelijk neutraal zijn. Zelfs op die landen wordt druk uitgeoefend om lid te worden bij van die NAVO. Dus de beweging is volstrekt omgekeerd. Ja, de NAVO is de grote winnaar opnieuw. Hè? Het is ironisch. De NAVO ligt mee aan de oorzaak van dit conflict, van deze oorlog. En wint daarmee. Ja? Want niemand kan nu voorbij de NAVO. Ja? NAVO wordt niet in vraag gesteld. Het is meer united than ever. Hè? Ja. Net zoals de Europese Unie trouwens. Hè? En Ursula von der Leyen gebruikt dat ook, hè, die oorlog. De EU was verdeeld, hè, voor de oorlog. Herinner nog de kritiek op Polen? Heb je iets van gehoord van die kritiek? Nee. Zijn de mensenrechten daar verbeterd? Nee, ook niet. Nee. Dus Ursula heeft dit gebruikt. En dat hoort je natuurlijk ook niet in de mainstream media. Hè? Het gaat allemaal om mensenrechten, tussen aanhalingstekens, hè? Democratie, hè? En dat de slechterik Poetin tegenhouden. Maar daaronder zitten andere belangen, ja? Met name
om die Europese Unie aan elkaar te krijgen. United. Ja. Ja. Maar wat ik zo opvallend vind, wat ik niet zo goed kan verklaren, is dat... het verhaal was altijd, de landen geven een deel van hun soevereiniteit op aan die grote structuur, de EU. Maar die EU zou vervolgens dan wel onafhankelijker en sterker kunnen staan ten opzichte van andere grootmachten zoals de VS en Rusland. Maar nu geven landen hun soevereiniteit op aan een grote orgaan dat vervolgens zich nog afhankelijker heeft gemaakt van een andere grootmacht, de VS. Ja, goeie vraag. En dat heeft te maken, jammer genoeg, denk ik, ook met de uitbreiding van de Europese Unie indertijd. Mm-hmm. Want die nieuwe Oost-Europese lidstaten binnen de Europese Unie, ja, die vertrouwden de Europese Unie niet op vlak van veiligheid. Mm. Ja, en die waren dan ook lid geworden van de NAVO. Hè? Dat zijn die fameuze NAVO-uitbreidingen waarover we het gehad hebben. Mm-hmm. En dus die kijken vooral op naar Amerika om hun veiligheid te garanderen. Ja? En dus zijn ze erin geslaagd, die Oost-Europese landen, en ook Engeland, ja, die niet buiten de Europese Unie staat, het wordt allemaal ironisch, om in het verdrag van Lissabon de NAVO te betoneren. Ja? En er is een verwijzing, dus een expliciete verwijzing in het verdrag van Lissabon van de Europese Unie, de nieuwe grondwet, naar de NAVO, ja? Waarin gesteld wordt dat het de NAVO is die bevoegd is voor de verdediging van het Europees grondgebied. Dat had eigenlijk de grondwet van Europa moeten worden. Ja, ja, ja. En dus de Oost-Europeanen en de Britten zijn erin geslaagd, hè, om de NAVO daarin binnen te smokkelen. Ja. Ziet je? Heel curieus. En dus natuurlijk, nu is het quasi onmogelijk, hè, nog om een eigen Europese veiligheid en defensiestructuur op touw te zetten, los van de NAVO. Ja, jammer genoeg. U bent echt vrij helder in uw boodschap van zodra dit conflict voorbij is, moet het opdoeken van de NAVO weer op tafel komen. Als ik u goed heb geciteerd. Ja. Maar zou dan eigenlijk, zou het eigenlijk ook niet zo moeten zijn dat hetzelfde geldt voor de manier waarop de EU zich aan het ontwikkelen is als een soort superstaat? Maar ik denk dat de twee beestjes verschillend zijn van aard. Ja. De NAVO is een alliantie. Een collectieve defensieorganisatie. Ja. De EU is totaal iets anders. De Europese Unie is een economische unie, een monetaire unie, ja? Ja. Die zich met van alle bevoegdheden bezighoudt. Met alles wat we in ons dagelijks leven vastnemen. Ja? Landbouw, economie, handel, technologie, you name it. Alles. De NAVO, dat is enkel veiligheid. Ja, maar de manier waarop zeg maar von der Leyen en Borrell vooral zich opstellen, is die claimen die hele ruimte ook van veiligheid juist voor de Europese Unie. Wat vind je daarvan? Maar ik vind dat enkel... En ook bijna kritiekloos. Ik hoor nooit een Nederlands politicus zeggen van hey, maar waar bemoeit die Borrell zich eigenlijk mee? Dat hebben we niet afgesproken met elkaar. Ja, ik vind hun houding ten aanzien van het conflict in Oekraïne totaal nefast. Ja. Dat heb ik al proberen uit te leggen. Ja. Maar het feit dat Europa streeft naar naar meer strategische autonomie, dat is het eigenlijk concept dat nu gangbaar is. Hè. Dat wil zeggen dus loskomen van Rusland, loskomen van China, maar in mijn ogen ook loskomen van Amerika. Ja. Nogmaals, omdat onze belangen niet dezelfde zijn als die van Rusland, China en Amerika. En Amerika, ik herhaal het. Ja. Mm-hmm. Dus daar zijn wij als Europeanen nog te weinig mee bezig, met onze eigen belangen. Ja. En dat is geen vies woord, belangen. Ja. We moeten dat ervan uitspreken. Ja. Maar dus, ja, dan moeten we consequent zijn. En inderdaad, die monetaire unie uiteindelijk ook laten verder gaan tot een politieke unie, in mijn ogen, een soort federaal Europa. Ik ben daar niet tegen. En dan kunnen we ons meer losmaken van Amerika, omdat we dan ook bevoegd worden voor die veiligheid en defensie. Maar dat vraagt dan toch ook wel een democratiseringsslag, lijkt mij. Want, absoluut. Maar een federaal Europa, dan hebben we die democratiseringsslag. Hè? Ja, ja.
Ja, precies, op zo'n manier. Maar, want maar nu vandaag zijn... is dat nog helemaal niet, dat klopt. Ja. Nee, want daarom loopt het lijkt mij zo ontzettend ver uit elkaar lopen wat de Europese officials zeggen en wat de man in de straat zeg maar klopt, vindt klopt. En denkt. Ja. Hey, ik wil graag met je toe naar eigenlijk wat je al een paar keer hebt aangehaald. En dat is, en ik vraag me af of dat ook jouw visie is. Je hebt het Huis van Europa genoemd, als ik het goed zeg, van wat Gorbachev voorstelde. En de OVSE als soort van overkoepelende veiligheidsstructuur waarbij er geen tegenstander is. Hoe noem je dat? Geen vijandbeeld bestaat daar. Geen externe vijand. Geen externe vijand bestaat. Is dat inderdaad jouw visie waar we naartoe moeten? Ja, maar dat is iets voor de langere termijn. Hè. Dus op korte termijn is dat niet haalbaar. Ik ben niet, geen idealist die dingen verkoopt die niet haalbaar zijn. Als we dan toch spreken over een oplossing, en dan denk ik dat we dus ten eerste veel meer een vredesnarratief moeten horen. Ja. Hè, dan het bestaande oorlogsnarratief in onze mainstream media. En dus hoort daarbij dat we niet enkel Rusland als schuldige moeten zien, maar dus ook naar de fouten kijken die wij in het Westen hebben gemaakt. En dat hoort daar ook bij, denk ik, dat niet enkel de Oekraïnse bevolking het slachtoffer is, maar heel veel andere bevolkingen ook, waaronder de Russen. Ook Russische vaders en moeders verliezen soldaten. In Afrika heeft men minder graan, of wordt het graan duurder door die oorlog. Bij ons is er inflatie. Dus het is complexer dan het verhaaltje dat je meestal hoort op uw radio of op de televisie of in de krant. En vooral de oplossing is verschillend. Volgens dat vredesnarratief. Want de oplossing volgens de gangbare media is om 100% achter Oekraïne te gaan staan en wapens leveren en nog meer wapens en nog grotere wapensystemen. Dus eerst waren er de tanks, dan gevechtsvliegtuigen. Nu spreekt men dus van echt geavanceerde gevechtsvliegtuigen, F-16's. En daar worden geen vragen bij gesteld. Het gebeurt allemaal. Ja? Het maar gaat alles voorbij. Ja. Dat is extreem gevaarlijk. Ja? Ik wil straks doorgaan op jouw verhaal over de vredesnarratief en hoe die zich verhoudt. Nog misschien nog één tikje terug naar, jij noemt die F-16's en we hebben het over escalatie, een enorme escalatie wat mij betreft. Waar we het nog niet over gehad hebben, wat ik toch nog even wil aansnijden, is hoe groot zie jij de kans dat het echt misgaat? In de zin, een directe confrontatie tussen NAVO en Rusland, met alle gevolgen van dien. Ik denk dat de kans reëel is. En dan misschien nog niet zozeer in het begin direct betrokken NAVO, maar wel dat Poetin dingen gaat doen die we echt niet graag zullen zien. Ja? En enkel in het scenario als de Russen worden teruggeduwd. Weg van die impasse, weg van die loopgraven waar dat ze nu zitten. Want ik heb u proberen duidelijk te maken dat Poetin woest is op het Westen. Ja? Dat hij dit gedaan heeft als reactie. Ja. Als wij hem dan terugduwen, dan gaat die man niet terugwandelen naar zijn Kremlin en zeggen, sorry mensen, ik heb mij vergist. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Gaat dat niet zou gebeuren. Een politiek de kop kosten. Natuurlijk, niet alleen politiek, maar ook fysiek. Ja? Dus dat is geen optie voor Poetin en voor Rusland. Die heeft ook een achterban, hè? Ook al is het een autoritaire staat. Hè? Dus die moet met iets kunnen uitpakken, uiteindelijk. En dat zal dus, daar kunnen we het straks nog over hebben, een neutraal Oekraïne moeten zijn. Hè? Maar dus, stel dat hij toch aan de verliezende hand is, ja, dan denk ik dat hij waarschijnlijk een salamitactiek gaat proberen, met dus eerst een nucleaire test te doen. Wat niet meer gebeurd is, niet meer voorgevallen is sinds begin van de jaren 80. Ik denk dat Scholz dan onmiddellijk zal stoppen met wapens te leveren. Als dat nog niet werkt, zou ik hem aanraden, Poetin, om een bovengrondse kernproef te houden. Dat hebben we al niet meer gezien sinds de jaren 50. Zo'n mushroom cloud, een paddenstoelenwolk. Dan denk ik dat die wapenleveringen zullen stoppen. Niet volledig stoppen, maar toch opdrogen. Ja? Die kan verkeerd zijn. Maar als het nog niet werkt,
zo'n paddenstoelenwolk in Rusland, dan kan hem een tactisch kernwapen gebruiken in Oekraïne. Hmm. En Biden heeft al gezegd dat hij niet nucleair zal reageren in dat scenario. Hmm. Wat natuurlijk nog meer argumenten geeft om Poetin om het uit te voeren. Ja. Dus de laatste week zijn er 2 artikels gepubliceerd door nucleaire experten. En toevallig is dat ook mijn expertise. Mm-hmm. Al 40 jaar. Kevin Ryan. Die man is militair attaché geweest van Amerika in Moskou. En vandaag geaffilieerd met Harvard. Die heeft in Russia Matters, dat is een online journal, geschreven dat Poetin nucleair wapens zal gebruiken. Niet zou, maar zal. Deze week gepubliceerd, je kan dat googlen, en een ander artikel, nog maar enkele dagen oud, geloof ik, van Adamski, een Israëlisch expert, die hetzelfde zegt in Foreign Affairs. Dat is het mainstream journal in Amerika over internationale betrekkingen. En die stelt dus dat onder meer de retoriek in Rusland over het gebruik van kernwapens normaal wordt. En dat dus de bevolking het ook normaal zal vinden als dat ook wordt uitgevoerd. Erger, hoe langer het duurt dat Poetin het niet doet, hoe meer vragen er worden gesteld. En, dit al, en hij als een loser wordt gezien. Ja. Omdat hij al verschillende keren gedreigd heeft met het expliciet inzetten van kernwapens. Ja. Dus op een zeker moment gaat die druk toenemen, ook door extra, door nog... extreem nationalisten. Ja, extreem nationalisten. Hè. Zo zijn er. Hè, die nog nationalisten zijn dan Poetin. En zal hij onder druk komen te staan om dat eventueel ook uit... Zeker als hij aan de verliezende kant is. Hm. En dus dat is nu net wat wij aan het doen zijn. Oekraïne helpen met F-16's om de Russen weg te duwen. Dus wij zijn eigenlijk een beleid aan het voeren dat maakt dat Rusland kernwapens zal gebruiken tegen Oekraïne. We zijn het moment dichterbij aan het brengen dat absoluut waarschijnlijk wordt. Absoluut. Het komt dichter en dichter. Ja. En dan spreek ik nog niet over de gevolgen van dan verdere escalatie, hè, als dat gebeurt. Daar blijft het niet bij, nee. Nee. Heel helder. En daarom weer terug naar jouw toelichting van, ja, je zegt van... Wat moet er gebeuren? En je zegt, die vredesnarratief, daar was je mee bezig, die moet meer aandacht krijgen. Ja, ja. En dus ook mensen zoals u en ik, hè, wij zouden meer aandacht moeten krijgen in de media. Mm-hmm. Die boodschap moet meer gehoord worden. Ja? Ja. Want nu wordt onze bevolking eenzijdig overspoeld door het oorlogsnarratief. Mm-hmm. En vindt iedereen het normaal, hè, dat wij meer en meer wapens leveren? En ook uitgaande, we kunnen winnen van Poetin, hè? De winst. Ja, en ervan overtuigd zijn dat Poetin zal verliezen. Ja. Wat helemaal niet het geval zal zijn, mogelijk. We weten het niet. Nee. En als we dan toch alles doen om te winnen, dat dit extreem gevaarlijk is. Als het lukt, is het eigenlijk nog gevaarlijker dan als het niet lukt. Ja, dat is het. Hè. Ja. Hey, en... Ja, je zegt van dat huis van Europa, dat is de lange termijn. Dat is, daar kunnen we naar streven, een collectieve veiligheidsstructuur. Dat is wel waar we naar moeten streven. Maar goed, daar zijn we voorlopig niet. We zitten nu midden in een heel hele ernstige confrontatie. Hoe komen we bij dat eerste moment? Kijk, jij zegt, als er de nucleaire wolken gaan verschijnen als test, dan heb je kans dat de wapenleveranties stoppen. Maar we moeten natuurlijk alles aan doen om dat moment... Het moment van wapenstilstand en onderhandelingen zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden. Probeer te voorkomen dat we komen tot die nucleaire wolken, natuurlijk. En dat kan gebeuren enkel en alleen door een staakt het vuren, een wapenstilstand. Maar iemand moet wel het initiatief nemen. Ja. Ja? De beide partijen gaan dat niet doen, tenzij dat ze echt vastzitten. Wat niet het geval zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk. Hè. Maar nogmaals, niemand kan voorspellen wat er op het terrein gaat gebeuren. Maar ik denk dat we eigenlijk nood hebben aan een actor die druk kan zetten op Rusland en op Oekraïne. En dan denk ik dat de meest voor de hand liggende actor China is. Mm. Ja. China heeft, dus Xi is in Moskou geweest, hè. Mm. Is machtiger dan Rusland, heeft leverage, mm-hmm. hè, dat wij niet hebben, of toch minder. Zeker. En tegelijkertijd heeft hij goede banden met Oekraïne. Klopt. Ja. Hij heeft gebeld, ook met Zelensky. En Zelensky vond dat
een goed onderhoud. Mm. Dat is, in Amerika zelfs is nu vragende partij dat China meer actief zou zijn op vlak van diplomatie. Maar dat is natuurlijk wel een doembeeld van veel Amerikanen, van in ieder geval van de Amerikaanse politici, dat het China moet zijn. Dat is eigenlijk de volgende vijand, zou je zeggen, na Rusland. De volgende vijand die dan eigenlijk daar de vredestuif gaat spelen. Nee, er zijn ook pragmatische politici in het Witte Huis die, denk ik, die kaart willen trekken. Omdat ze zelf inzien dat ze zelf natuurlijk aan ene kant staan. Hè? En niet kunnen bemiddelen. Nee, precies. Net zoals de Europese Unie. Hè? Ursula, met al haar goede bedoelingen, zal niet gaan bemiddelen. Want Poetin zal die direct afstoten. Hè? Maar ik heb een van de laatste, want je ziet altijd van die one-liners die je dan bij verschillende westerse politici ziet terugkomen. Een van de laatste one-liners bij Sunak zag ik dat, maar ook bij volgens mij Scholz, ik weet niet meer precies. Maar die zegt van, we gaan voor vredesvoorstellen, maar we accepteren geen vredesvoorstel dat leidt tot een bevriezing van het conflict. Ik weet niet of je dat ook al voorbij hebt zien komen. Ja, ik bedoel, denk aan dat fameuze Chinese vredesplan, 12-puntenplan. Ja. Dat is onmiddellijk neergesabeld in de westerse pers en door de westerse politici. Ja. Maar heel jammer, want daar staan heel veel goede dingen in. Ik heb het hier voor mij liggen. Dat ging over het respecteren van soevereiniteit en territoriale integriteit. Dat gaat over een staakt het vuren. Dat gaat over het starten van vredesbesprekingen. Het oplossen van de humanitaire crisis, het beschermen van de burgers, kerncentrales veilig houden, geen kernwapens gebruiken. Wat is daar verkeerd aan? En het lijstje gaat voor, hè? Wederopbouw, export van graan garanderen. Wat is daar verkeerd aan? Maar jij zegt er zijn witte. Wel, kijk, het is neergesabeld aan de ene kant zeg je, maar aan de andere kant zeg je, er zijn mensen in het Witte Huis die daar wel wat in zien. Hoe komt dat een stap verder? Ja, dus ondertussen zijn er dus die contacten geweest tussen de Chinese president met Poetin en dan ook de telefoon met Zelensky. Ja. Dat is nieuw, sinds dat vredesplan. En dus misschien denk je dat Zelensky, kijk, hij reist nu de hele wereld rond op dit moment. Hij is in Japan geweest, Saudi-Arabië en dergelijke, in Nederland. Als dat zo meteen afgesabeld wordt, is Zelensky vrij om dan te zeggen, kom maar op, China? Hoe bedoelt u? Nou, is Zelensky een voldoende onafhankelijke actor op dit moment om met China in zee te gaan? Of wordt hij te veel gestuurd door mensen die hem tegenhouden om dat soort gesprekken aan te gaan? Vanuit het Westen, vanuit Washington. Ja, uiteindelijk zijn het wel die twee actoren die tot een vergelijk moeten komen, hè? Oekraïne en Rusland. Ja. Ja. En is het ook niet in het belang van Amerika om die oorlog te lang te rekken? Ook weer niet. Hè? Dus nee, ik denk uiteindelijk, zeker als dat offensief niet zal slagen, dan denk ik dat de druk zal toenemen, ook door Amerika op Zelensky, om aan tafel te gaan zitten. Ja. Ja. En jij schat die hoop, jij hebt de hoop dat uiteindelijk kan gaan gebeuren op die manier? Het kan niet anders. Alle conflicten worden aan de tafel, aan de diplomatieke tafel uitgebabbeld, totdat er een oplossing is, of een gedeeltelijke oplossing, of tenminste een staakt het vuren. Idealiter gaat het staakt het vuren op dat stand, en nu dat zal met ups en downs zijn, en laten we realistisch zijn, maar worden er dan ook fundamentele, substantiële, politieke vredesonderhandelingen opgestart? En ook die puzzelstukken, die kunnen we nu al bedenken, die daar uiteindelijk zullen gelegd worden. Ja, het is niet zo heel moeilijk, hoor. Ja, dat is goed dat je dat zegt, dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Want dat wordt natuurlijk altijd gewekt dat het allemaal onmogelijk is. Hè? En voor mensen die er middenin zitten, is het natuurlijk ook, lijkt het heel onmogelijk. Dus het is eigenlijk heel goed dat u dat benadrukt, dat mogelijk is. Dat is denk ik al heel belangrijk. Ik wil die elementen opsommen. Hè? Ja, ga je gang. Ja. Oekraïne kan een soeverein land blijven. Dus Rusland zal Oekraïne niet volledig bezetten zelfs innemen. Nee, Oekraïne kan een soeverein land blijven. Zij het misschien wat kleiner. Oekraïne kan een democratie blijven, / worden, hè, want het is nooit echt een democratie geweest. En Zelensky kan aan de macht blijven als hij de verkiezingen uitschrijft en wint. Ja? Allemaal positief voor Oekraïne. Behalve dan dat het wat kleiner wordt.
Maar nu komt het. De belangrijke voorwaarde voor Rusland zal zijn dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en dus een neutraal land wordt, tijdelijk. Wat wil dat zeggen? Geen lid van de Westerse Alliantie, ook niet van een Oostelijke Alliantie. Wel met een eigen leger. Ja, dus Oekraïne kan zich bewapenen en krijgt veiligheidsgaranties van zowel Oost als van West. Wettelijk bindende veiligheidsgaranties. Ja. Een neutraal land, zoals Finland en Zweden en Oostenrijk en Zwitserland ten tijde van de Koude Oorlog. En nu nog Oostenrijk en Zwitserland. En wat de handel betreft en de economie, kan Oekraïne dan handel drijven met zowel Oost als met West. Het kan lid worden van de Europese Unie op een moment dat het alle criteria voldoet. Wat vandaag nog niet het geval is. Want daar is Ursula ook heel snel ingegaan. En de Krim zal de facto bij Rusland blijven. We moeten daar geen juridisch akkoord rond maken. Dat kan worden uitgesteld. Maar de facto zal, vrees ik, de Krim bij Oekraïne blijven. En over Oost-Oekraïne moet er onderhandeld worden. En dan op langere termijn moet er gewerkt worden aan de reconstructie van Oekraïne. De wederopbouw. Moeten de sancties tegenover Rusland worden afgebouwd. Step by step. En op de nog langere termijn moeten we dus nadenken over hoe dat we die veiligheidsorde in Europa stabieler kunnen maken. Inclusief Rusland, want Rusland zal altijd onze Europese buur blijven. Ja, ik vind het een geweldige opsomming. En ik zou dit... ik sta hier enorm achter eigenlijk wat u nu zegt. En ik denk dat het ook heel erg helpt bij de beeldvorming als we dit benadrukken, deze mogelijkheid hiervoor. Want mensen denken niet in mogelijkheden, maar in problemen. En als je dit leest, het enige wat bij me opkomt is van dat ik me herinner dat iets heel vergelijkbaars volgens mij op tafel lag in Turkije een jaar geleden. En ik weet niet of je dit dat voor de geest heeft, wat er ongeveer daar op papier stond. Ja. Dat was het idee van een neutraal Oekraïne en dat is toen geaccepteerd door Zelensky. Ja. Trouwens, Oekraïne, toen het onafhankelijk werd in 1990, heeft het zelf autonoom beslist om een neutraal land te worden. Dat staat zo in de soevereiniteitsverklaring van Oekraïne van 1990. Vandaag natuurlijk zijn de Oekraïners daar geen echte voorstander niet meer van. Willen ze natuurlijk lid worden van de NAVO, dat begrijp ik ook. Maar dat zal dus niet kunnen gebeuren, omdat er een groter land naast ligt die dat niet graag heeft. Ja. Maar kijk, het lag op tafel en Zelensky heeft het eigenlijk geaccepteerd. Het is ook weer verdwenen van die tafel en er is toch besloten door te vechten. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar ik zie daar toch ook wel de hand van het Westen in. Van nee, we moeten meer eruit uitslepen. Ja, er zijn twee verklaringen. Hè. Ten eerste zijn er toen die slachtingen bekendgemaakt. Ja. En anderzijds, blijkbaar zou eerst minister Johnson van Engeland in der tijd gezegd hebben, doe dat niet, Zelensky. Trek u terug uit die onderhandelingen, vecht door. Maar ik was daar niet bij. Nee, ik heb er geen bewijs van. Maar als de eerste minister, voormalig eerste minister van Israël, dat zegt... Ja, wie ben ik dan om daaraan te twijfelen? Ja. Het is meer een verzuchting van stel nou dat zoiets eruit komt. En het was al eerder, had al eerder mogelijk geweest. Het gaat meer door me heen van wat een enorme waste, wat een enorm verlies aan mensenlevens. Ja, die maar dan moet je teruggaan naar de jaren 90 en naar wat George Kennan heeft gezegd. Ja? Ja. Hadden we die NAVO niet uitgebreid, was dit niet gebeurd. Ja. Was die beslissing in 2008 niet genomen, was deze oorlog niet gebeurd. Ja? Dat was een catastrofale verantwoordelijkheid van Bush, Merkel en Sarkozy. Helder. Ja. Nu, de grootste verantwoordelijke blijft Poetin, voor alle duidelijkheid. Ja, ja. Nee, maar het is niet dat wij geen fouten hebben gemaakt. En dus het gevolg zal zijn dat Oekraïne zal compromis moeten maken. Ja? Het Westen zal ook moeten geven, niet enkel nemen. Iedereen verliest bij zo'n... Iedereen verliest, ja. Jammer genoeg. Ja. Laatste vraag. En dat is... wij als gewone krantenlezers... u bent geen gewone krantenlezer, want u weet iets meer dan wat er in de krant staat als hoogleraar. Ik spreek dan even voor mezelf. In België zijn er al wel demonstraties geweest
om de regering op te roepen toch voor onderhandelingen te pleiten. In Nederland blijft dat nog heel erg achter. U bent zelf trouwens betrokken bij een aantal van die vredesorganisaties in België. Wat zou u aan ons willen zeggen van hoe kunnen wij hier als burgers toch iets aan doen dat die onderhandelingen toch zo snel mogelijk gaan beginnen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè. Het is dan sowieso heel moeilijk voor diplomaten, hè, om dat te bewerkstelligen. Laat staan voor de gewone man in Vlaanderen of in Nederland. Mm-hmm. Maar we kunnen ons tenminste al ten eerste beginnen beter te informeren. Mm. En naar de podcast kijken die hier gemaakt wordt of die u op regelmatige basis maakt. Mm-hmm. En er zijn er andere. Hè. Ik heb zelf ook aan een podcast in Nederland meegewerkt van Paul Buitink. Ja. En er zijn er andere. Verder te gaan dan de gemakkelijkheidsoplossing om 's avonds het tv-journaal te bekijken en uw klassieke krant te lezen. Hè. U zou als burger u beter moeten informeren. Er zijn andere kanalen die soms buiten de lijntjes kleuren. Hè. En soms is dat ook goed. Jammer genoeg, ik zou liever hebben dat de mainstream media het gehele plaatje zouden weegeven. Hè. Ja. Ja. Dat dat vredesnarratief meer aan bod komt. Maar we stellen vast dat dat niet zo is. Ja. Informeren. Dat gaan we doen. Dat is de eerste stap. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste stap is. En om dan eventueel inderdaad acties te ondernemen. Eventueel. Er is een heel goed voorbeeld in Nederland. Hè, waarbij ACTS en andere vredesorganisaties 40.000 handtekeningen hebben verzameld in de tijd tegen de kernwapens. Ja. Waardoor er automatisch een debat moet plaatsvinden in het Nederlands parlement, blijkbaar. Ja. Dat is ook gebeurd. En dus het gevolg daarvan is dat Nederland als enige NAVO-lidstaat aanwezig was bij de multilaterale onderhandelingen voor een verbod op kernwapens in 2017. Ja, tegen de druk in van Amerika, Frankrijk en Engeland. Dus hier heb je een positief voorbeeld van civil society die de regering eigenlijk aanzet om het goede te doen. Nou, fantastisch. Laten we met deze noot afsluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het interview. Ontzettend helder en goed te begrijpen, laagdrempelig voor iedereen van wat er meer speelt. En dat het niet zo eenvoudig is als ons vaak wordt verteld. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het interview. En wellicht kunnen we ons in de toekomst nog eens verder spreken hierover, als het zich verder heeft ontwikkeld. Graag gedaan, Jacob, en succes met de podcast. Ja, bedankt, tot ziens. Dag.